Eerst één die kant, nu twee de andere kant. Afgelopen week vond de Ballen Jongens Selectiedag plaats. Naast het AFAS-stadion waren tientallen jongens en meisjes aan het rennen, gooien en samenwerken. Om hopelijk uitgekozen te worden als nieuwe ballenjongen of meisje van AZ. Dan kan ik ten eerste meer met de spelers in contact komen. En dan kan ik meer wedstrijden kijken. Het is natuurlijk wel een hele happening en eer om bij AZ en ook jong AZ dit jaar ballenjongen of meisje te zijn. Twee teams. Eén team verdedigt het rode eindvak en het andere team verdedigt het blauwe eindvak. Het vangen en gooien, dat staat natuurlijk op nummer 1. En daarnaast is samenwerken ook van groot belang. Als je achter staat, wordt de bal wat sneller ingegooid dan dat je bijvoorbeeld in de laatste minuut net nog 2-1 voor staat bijvoorbeeld. Ja, als ze achterstaan heel snel gooien, dat ze weer verder kunnen spelen. Oei. Ravi Veld, Nick Ploeg. Ron Vlaar maakte aan het einde van de selectiedag de nieuwe ballen jongens en meisjes bekend. En dat ging officieel aan toe met een heus contract. Nou, het is gewoon heel leuk. En niet iedereen krijgt dit mee te maken. Nee, en wat lijkt je dan heel leuk? Nou, gewoon dicht bij de spelers, gewoon... Ja, contact maken en zo.